was reading some errands and I got to thinking that I thought maybe I'd get less stressed if I was tested less like all of these debutantes smiling for miles in pink dresses and high heels and white yachts. I'm not that, I'm not. No, I'm not that, I'm not. I've been tearing around in my fucking nightgown 24/7 Sylvia Plath. A dangerous thing for a woman like me to have. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have. But I have it, yeah, I have it, yeah. Als er op de knieën gegaan moet worden, dan zal ik dat anders al direct doen. Wat is uw naam? Marie-Lou Cotron. Het was echt prachtig. Je hebt echt een magisch momentje neergezet hier in de korte tijd die je krijgt. Echt. Lana Del Rey is super moeilijk om dat te brengen. Ja, je gaat sowieso vergelijken met het origineel, wat al zo onvatbaar is. En om dat dan hier te durven brengen, vind ik heel moedig. En je hebt daar echt volledig je eigen ding van gemaakt. Mm-hmm. Dus dat vind ik echt wel chapeau. Mm-hmm. Als ik er een op had, ik zette mijn hoed af. Ik vind het echt wel... Hey Marie-Lou, mag ik vragen hoe oud je bent? 16. Ja! Wat? Maar wat? Je ziet het wel. Het maar zo zie je maar, als je zoveel talent hebt, dan telt de leeftijd dus blijkbaar niet. Hè. Ik zou willen de juiste woorden vinden om je te overtuigen. Kom naar mijn team, want dat gaat echt vonken geven. Welkom in Team Koen. Mocht je willen, sowieso dikke proficiat voor je auditie. Magnifiek. Amai. Ja. Ja. Dat heeft mij ook ongelooflijk geraakt. Ik denk dat je bij Team Natalia echt op je plaats zou zitten. Ik denk dat ik de perfecte persoon ben om je verder te helpen in deze wedstrijd. Absoluut. De manier waarop je dit hebt gebracht, zo breekbaar en daarin, in die breekbare momenten, zijn het allerschoonste. Zijn echt... Ja... Ik bedoel, dat is gewoon om van te huilen. Zo mooi om van te huilen. Ik denk gewoon dat ik u het best ga snappen van alle van de drie fossielen. Nee. Dat laat ik nou niet schieten, hè. Ik kan alleen nog zeggen dat Lana Del Rey mijn meest beluisterde plaat van het jaar is. En dat ik eerst heb afgedrukt. Ja. En ik ga meteen op de knieën ook, als u wilt. Marie-Lou, ik denk dat je hoe dan ook goed gaat terechtkomen. Net iets beter deze kant op, denk ik. Of deze kant. Maar, Of degene die al voor je geboren was een liedje over jou geschreven had. Mijn hart bonst er zelf van. Ik weet het, joh. Dank u wel. Allemaal voor de lieve commentaren. Maar ik denk toch dat ik voor Jan ga. Ik ging op de knieën gaan. Zalig, echt waar. We gaan echt super coole dingen doen, sowieso. Goed gedaan, hè, Marie-Lou.